Vandaag is een belangrijke dag voor het G-voetbalteam. Ze gaan namelijk spelen tegen Feyenoord. Na een stevig ontbijt is het tijd om de wedstrijdshirts aan te trekken. En die heb ik alvast klaargelegd. Nee! Hier! Ja hoor! Yes! Oh, oh mijn god, is dit onze tenue? Oh, wauw. Echt mooi. Ik wil. Iedereen heeft zijn eigen Ajax-tenue en de klassieker kan beginnen. Op naar de wedstrijd. We vertrekken in stijl. Het stadion van Haarlem. De omstandigheden zijn bar en de tegenstander is al gearriveerd. Feyenoord. De spanning is om te snijden. Ook het G-team van Abcoude, vanaf nu gewoon Ajax, arriveert bij het stadion. Het belooft een prachtige klassieker te worden. En de jongens treden met het volste vertrouwen hun tegenstander tegemoet. De wedstrijd moet natuurlijk ook gefloten worden. En daarvoor heb ik de hulp van Michel ingeroepen. Sinds kort is hij een officiële KNVB-scheidsrechter. En dat is knap voor iemand met een beperking. Familie, vrienden en supporters verzamelen zich op de tribune en de klassieker kan beginnen. Ik geef het commentaar over aan Jack van Gelder. Ja, dankjewel Johnny. Ajax trapt af. Lekker! Ja, dat is zeker lekker. En de eerste kans lijkt in de maak. Nou, dat scheelt heel weinig. Goede redding van de keeper zeg. De sfeer zit er meteen al goed in. Aanval over de rechterkant. Goed voorgeven, de kopbal. Heel goed! Nou, eens kijken wat Feyenoord kan doen. Dat is een beetje slordig, want Ajax neemt meteen over en is in overtal. Twee verdedigers, vier aanvallers en de keeper kan het niet houden. Het is 2-0. Het is 2-0. Jongen, jongen, wat een enthousiasme daar. Oh, het is ook meteen rust. De jongens van Feyenoord zijn aardig teleurgesteld. 2-0 achter en er is genoeg stof om te bespreken in de kleedkamer. Maar er kan nog van alles gebeuren, want ik heb nog een speciale verrassing. Beide teams gaan geholpen worden door de aanvoerders van het grote Ajax en Feyenoord. Eerst de aanvoerder van Ajax, Davy Klaassen. Nee, je droomt het niet, jongen. Jullie willen kampioenen worden, dus ik nodig een echte kampioen uit. Jullie krijgen nog een laatste pep talk van Davy voor de tweede helft. Oké, jongens, we gaan goed samenspelen. Veel doelpunten maken en heel belangrijk als je hebt gescoord. Heel hard juichen. Met z'n allen heel hard juichen, ja? Oké, boys, zet hem op! Tijd om onze vrienden uit 010 wat positieve energie te geven. Jongens, ik denk dat jullie wel een kleine pep talk kunnen gebruiken. Mag ik een applausje? Yeah! Oké, okay, want wie zijn wij? Feyenoord! En wat gaan we doen? Winnen! Wat gaan we doen? Winnen! Wat gaan we doen? Winnen! Kom op dan! Tijd voor de tweede helft. Heeft de pep talk van Dirk en Davy geholpen? Ik geef het commentaar weer over aan Jack van Gelder. Ik ben ook heel benieuwd wat er gebeurt. Feyenoord bouwt in ieder geval een stuk beter op dan in de eerste helft. Alhoewel Ajax neemt over. Ajax neemt over, staat dus met 2-0 voor en heeft een eerste kans en die gaat erin. Oh, 3-0. Wordt dit dan een onmogelijke wedstrijd voor Feyenoord? Hey, denken jullie dat ik Amsterdam nog inkom als ik een Feyenoord shirtje aantrek en even bij die boys ga meedoen? Tuurlijk. Ja, wel hè? Tuurlijk. Dus kunnen we wel wat hulp gebruiken, Dirk? Ja. Ja, kijk, je krijgt er zo een speler bij, kijk. Ja, wat gebeurt daar? Nu trekt Johnny een Feyenoord-shirt aan. Ras Ajax ziet Johnny. Is zo sportief om Feyenoord te helpen om de hand te bieden. Ik ben benieuwd. En Johnny krijgt de bal. Vol tekels. Vinden ze leuk, hoor, die beide aanvoerders. Maar Feyenoord heeft de smaak te pakken. En een schot uit de tweede lijn. Het is 3-1. Het is 3-2. Gaat het dan toch nog lukken? Kan Feyenoord nog terugkomen? 5 minuten. Nu wordt het spannend. Nog maar 2 minuten op de klok. Nog maar 2 minuten op de klok. Dan gaat Johnny nog een keer. Geen voorbal. Via de binnenkant. Daar gaat erin. Oh, wat een bal. Die schaadt eigen doelpunt. En Johnny, ja. Wat moet hij doen? Ja, heel goed. Hij troost Israël. Prachtig dat het allemaal kan. En dan is het eindsignaal daar. De eindstand is 3-3. Wat een memorabele wedstrijd. Dit heb ik van mijn leven nog nooit gezien. Ja, goed gedaan, man. Goed gedaan, jongens. Goed gespeeld. Het is een mooie pot. Het was een sportieve pot. Dus voor de aanvoerder van Feyenoord, alsjeblieft. Yeah!
Jullie kwamen bij Hotel Syndroom om beter te worden, om kampioen te worden. Maar vandaag hebben jullie nog veel meer geleerd dat respect en sportiviteit belangrijker is dan wat dan ook. Ja. Waarom niet? Ja! Deze is voor jullie, jongens. Ja!